Hier ga je een hoek tekenen van 108 graden en die moet je dan daarna in drie even grote hoeken verdelen. Nou, dat kan op verschillende manieren. Je kunt zeggen, ik teken eerst de hoek, zo, hoepetee. Nou, hij moet in drie gelijke stukken, dus je deelt 108 gedeeld door 3. En als je 108 deelt door 3, kom je uit op 36. Dus dan kun je ook zeggen, ik teken hem eerst en dan doe ik hier een hoek van 36 op tekenen. Teken hier weer een hoek van 36 graden op. Ja, dan is deze ook vanzelf 36 graden. Je kunt ook zeggen, ik ga nog niet eerst tekenen. Ik teken gewoon eerst een hoek van 36 graden, dan nog eentje, dan nog eentje. En dan verschijnt die halverwege. Nou, dan mag je zelf kiezen wat je doet. Voor de uitleg, omdat het voor jullie goed te volgen is, is het denk ik het makkelijkste voor jullie dat ik eerst die hoek teken van 108 graden. Nou, waar moet je nu bij letten? Jullie verliezen heel veel leerlingen punten. En ja, wat verliezen ze hier aan punten? Ze verliezen hier punten als de tekens er allemaal niet bij staan en zo. En dat is gewoon hartstikke zonde. Nou, je tekent eerst een hoek. Hoe teken je nu een hoek? Nou, het is hoek A. Je kiest zelf, doe je links of rechts het hoekpunt zetten. Wat wel goed is, is dat je altijd als het enigszins kan een vast puntje daarvoor hebt. Ik zie nu wel dat ik hier uitgeschoten ben, even weg. Zo. Dit is dus punt A. En wat je kunt doen, is dat je hier ook even een puntje zet. Heel klein. Oh, dat pakt hij niet, omdat mijn geo daar ligt. Zo, heel klein puntje. Heel klein, dat kan helpen namelijk. Hier zit het hoekpunt. Dat betekent dat je aan die andere kant gaat tellen. Nou, 108 is een stompe hoek. Dat wil niet zeggen, oh, dus je telt rechts of je telt links, dat niet. Maar dan moet je even opletten dat wat je zo meteen tekent, dat dat groter is dan een rechte hoek. Als je straks hierop uitkomt, weet je, oh boy, dat is verkeerd. Ja? Nou, dan moet je die hoek gaan delen in drie gelijke stukken. Als je strakjes. En we gaan dus eerst gewoon tekenen met 108 graden. 108 graden. Begin je rechts of links te tellen. Nou, hoe groot die hoek ook is dat je moet tekenen. Je begint hier rechts met tellen, want hier zit je hoekpunt. Nou, hier zit dus lucht. Aan deze kant hier zit lucht, dus hier beginnen we met tellen. Hier zit het been, dus vanaf daar gaan we tellen. He, dus hier zit het hoekpunt. Aan de andere kant van het been begin je met tellen. Nu kun je kiezen binnen of buiten tellen. Nou, binnen begint het met 170, 160, loopt die af, wordt je hoek steeds kleiner. Dat is dus niet goed. En je begint dus gewoon bij 10. 0, 10, 20, en wie is de 0? 0, 10, 20, 30, et cetera. Nou, dan gaan we over de 90 heen, we gaan over de 100 heen en dan stoppen we de 2 voor de 110. Dan draai je je geodriehoek en dan teken je die lijn. En dan controleer je eventjes, heb ik hem ook echt stomp getekend. Ben je eerder klaar met je toets? Meet dan even de hoeken na die je hebt moeten tekenen. Dat kan soms, ja, kan soms toch weer uitmaken. Dan hebben we dit gedaan, of die had moeten meten. Dan hebben we dit gedaan. En wat moet je hier nu bijzetten? Hier moet je dan bijzetten dat dit een hoek is van 108 graden. Dit moet erin. Dan gaan we zo je geodriehoek wegleggen. En dan gaan we nu kijken, oké, hoe groot? Er moeten drie gelijke stukken. Hoe groot is één zo'n stuk? Nou, één zo'n stuk is 36 graden. Waarom? Oh, mijn pennetje ga raar doen. 108 gedeeld door 3 is 36 graden. Dus wat doen we dan? We beginnen hier weer met tellen. 10, 20, 30, 35, 36. Zo. En deze heb ik nu getekend. En ik laat hem bewust eventjes zo liggen. Want nu ga ik namelijk op deze hoek ook weer een hoek tekenen van 36. Ik ga nu deze tekenen. Jullie kunnen heel gemakkelijk dan je blaadje draaien en dan komt deze weer horizontaal te liggen. Bij mij gaat dat lastiger. Wat ik wel kan doen, is dat ik eventjes mijn... even kijken hoe ver ik kom met draaien. Dat ik dit even ga draaien. Kijk, en nu draai ik hem zo. Leg ik de volgende horizontaal. Dat kan namelijk helpen. Hè, voor degenen die dit lastig vinden. Daar leg je dan zo je geodriehoek op. Zo. En dan tekenen we weer een hoek van 36 graden. 1, 2, 3. Ik moet wel even pen zetten. 10, 20, 30, 36 graden. Zo. En hoppatee. En dan haal ik hem even weg. Nou. En nu draai ik de boel weer terug. Hoop ik dat dat lukt. Kijk. En je had hem dus ook zo kunnen laten liggen. Hè? Dan doe je steeds zo'n stapje daar. Wat moet je nu nog bijzetten? Je moet er nu nog bijzetten dat die hoeken even groot zijn. Met gelijke symbolen. En bij eentje zou je zelfs nog kunnen zetten 36 graden, maar ik vind dit wel duidelijk, want ze zijn alle drie even groot, kan echt niet missen. Het nakijkboekje doet anders, laat ik zo meteen zien. Het nakijkboekje tekent deze lijnen zo door. Dat heb ik dus ook gedaan.
Normaal gesproken stippel ik deze. Dat is niet echt een vaste regel, maar ik stippel de deellijnen. Dus de lijnen waarin je het verdeelt, daar maak ik altijd stippellijnen van om te laten zien dat zijn de delingen. Maar dat is niet verplicht. Wat zij nu doen, zij zetten hier overal 36 bij en zij hebben niet in één keer 108 gedaan. Maar dat komt dus op hetzelfde neer. Als je niet 108 schrijft, maar wel 36 bij iedere, dan is dat in principe ook goed. Wel de tekentjes erin zetten en het boogje en de hoofdletter. Niet dit schrijven en dan zeg ik, ja, maar dat is toch een hoofdletter? Jawel, zo schrijf ik de hoofdletter A, dat mag. Overal mag je zo de hoofdletter A schrijven, behalve bij de wiskunde. Dan zijn dit de hoofdletters. En dan is dus niet de B dit gewoon groot geschreven. Een hoofdletter is niet altijd een grote letter. En een, maar het is zeg maar, ja, niet een schrijfletter. Het is zeg maar een andere notatie echt. En die notatie willen wij zien. Dus dit rekenen wij fout. Halen we er echt punten af. En dat is zonde. Hè? Dan denk je er zo goed aan om de A erbij te zetten. Bedankt voor het kijken en tot het volgende filmpje.